De bestuurscultuur in Arnhem moet een stuk beter. Dat blijkt uit een vorige week verschenen onderzoek onder leiding van bestuurskundige Paul Frissen. Maandagavond debatteerde de gemeenteraad hierover. Vanavond het debat. Wat vond hij ervan? Ik vind het goed dat we er met elkaar over gesproken hebben. De raad keek ernaar en zat erbij en deed niks. Ja, en dat reken ik mezelf ook aan. Nou ja, u noemt het een debat. Ik vond het niet helemaal een debat. Het was meer politieke partijen die een betoog hielden over wat er in het rapport stond. Ik was wel een beetje teleurgesteld over de reactie van zowel D66 als SP. Iedereen was heel voorzichtig, hè, omzichtig. Het was best een behoorlijke tegenstelling tussen de hardheid van het rapport en het weinig concreet maken van fracties. Wij hebben daar zelf wel voor gekozen om een aantal concrete voorbeelden te geven. Ook om aan de stad te laten zien wat er dan eigenlijk gebeurt. De conclusie van het rapport, bent u daarmee eens? Ja, als u kijkt, dat gaf ik ook aan in mijn bijdrage. We hebben natuurlijk 2 jaar geleden ook al een heidag gehad. En toen kwamen een aantal constateringen ook al naar boven. Dat we als raad veel te weinig het debat met elkaar voeren. En dat we het college veel te veel ruimte hebben gegeven. U herkende de beelden van intimidatie niet. Waarom herkende u die beelden niet? Nee, dat klopt. Ik heb ook aangegeven, het rapport bestaat uit heel veel beelden. En herken ik alle beelden? Nee. Herken ik een aantal beelden, zeker, natuurlijk. Maar het is natuurlijk een rapport wat op basis van 24 interviews is. Ik heb mij persoonlijk nog nooit geïntimideerd gevoeld in deze raad. Wat vond u van de reactie van mevrouw Anderweg? Die herkende de beelden niet. Ze zegt dat ze de beelden erkent, maar zei vervolgens dat ze eigenlijk om dat te concretiseren ook voorbeelden nodig had om zich daar een voorstelling van te maken. En gaf ook aan van ja, intimidatie, wat is dat nou eigenlijk? Heeft u dat ook ervaren zelf? Nee, ik heb zelf geen intimiderend gedrag ervaren. Ik vond dat gedrag waarvan ik dacht, dat vind ik niet netjes. Ik vind dat dat ook niet moet kunnen. Ik vind dat je nog zo niet met elkaar om moet gaan. Het is ook heel mooi in dat rapport van Frissen die zegt, in de politiek zijn woorden ook daden. Kortom. Er is heel wat voor de raad te doen. Hè? De raad moet elkaar meer vertrouwen. Ja, nou, persoonlijk vinden wij dat de bal heel erg ligt bij hoe de machtige partijen, hoe een meerderheid omgaat met een minderheid. En daar is het heel erg fout bij gegaan. En ik vind dat we als oppositie behoorlijk aan de bel hebben getrokken. Maar het is niet gelukt, maar we gaan gewoon weer met elkaar aan de slag. Over 14 dagen komt het college met een schriftelijke reactie. Wat verwacht u daarvan? Een schriftelijke reactie inderdaad. Dus, U bent net zo benieuwd als ik. Ik ben net zo benieuwd als u en net zo benieuwd als iedereen in deze raad. Wat er allemaal is gebeurd doet best een aanslag op het vertrouwen. Maar we gaan eens even afwachten wat het college hiermee doet. Mijn voorstel zou zijn om dit belangrijke begin verder te concretiseren door bij elkaar te komen als presidium en daar samen dus invulling aan te geven. Om de tijd te nemen, dus die bijeenkomst die we als presidium ook gaan organiseren, om daarin met elkaar te kijken van waar we nou met elkaar ook naartoe willen qua stappen die we moeten zetten.